De provinciale statenverkiezingen staan voor de deur en één kandidaat heeft ons hart nu al gestolen. Zijn naam? Dave Ensberg. Inmiddels landelijk bekend als de Chocoprins. Vorige week lieten wij u deze beelden al zien en ineens kregen wij een mailtje van Dave himself. Mag ik wederom een groot applaus voor kandidaat statenlid voor het CDA, Dave Ensberg, alias de Chocoprins. Kijk eens, Dave. Met de muts op. Wat ontzettend leuk dat je hier bent. Nou, we hebben ontzettend van je genoten tijdens die... Wat doe je nou? Ja, ik was vorige week Chocoprins met carnaval. Maar het is inmiddels weer tijd voor de verkiezingen. Ah, want jij bent... Petje op, petje af. Jij bent kandidaat statenlid van het CDA. Welke plek? Ik sta in Noord- en Midden-Limburg op 11 en ja? Zuid-Limburg op 19. Dat is niet verkiesbaar bij het CDA. Ik heb echt voorkeurstemmen nodig. Ja, hard. Want anders pis je ernaast. 2.500. Ja, nou heb je al heel veel reacties gehad, denk ik, van jouw optreden als Chocoprins, of niet? Ja, waaronder van jou. En ik wil je ook er graag heel erg voor bedanken. Nou, dat is geen dank. Dit woord graag aan jou geven. Kijk eens. Alsjeblieft. Dankjewel. Nou, dankjewel. Moet ik hem ook om, ja? Maar vooral ook natuurlijk een lekker Chocoprinsje. Kijk eens, nou, dat is hartstikke aardig. Alsjeblieft. De vraag is natuurlijk wel eventjes, ga ik nou redden? Want je moet nog wel meer frats uithalen dan de Chocoprins, hè? Nou, ik heb ook een aantal hele leuke dingen in het verschiet. Ik heb onder andere een rap laten maken door een jong Limburgs talent, Michael Gabriel. Ja, voor ons Limburg. Zit in het publiek, hè, geloof ik. Daar zit hij, ja. Magiel. Super. Zullen we eens luisteren naar dat rap? Ja, dat is een super vet nummer. Even een klein stukje. Dave Ensberg, ik zie je. Misschien kun je dan wel een beetje in de camera houden. Limburg in mijn hart, het is voor ons allemaal met haar wonderschone taal. Ik ben niet goed. 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 Ik ben niet goed